meisjes die wuppen en zo, ja. Dansen. Hier zie je, het midden van Kozijn zie je gasten die zeggen... die als ook kijken en zo een beetje voor kritiek te geven, ja. Hè. En toen, hier op Plasten zie je al de trends zetten. Te deen die pijs dan het warm water uitgevoerd hebben. Het warme water. Ja, het warme water. Je moet dat komen ondertitels zijn. En die als zo lusten tegen naar een concert gewoon voor zo oude volken te horen. Gelijk hoe dat de cymbalen van de drum. Ah, dat klinkt niet gelijk hoe dat moet. Zien of dat. Of die op afgemerk van gitaar dat die gitarist speelt. En in andere landen nee, gaan we de concert heen. Groot publiek voor hen het amuseren. In andere landen vinden ze jullie misschien gewoon een bende gekke België. Ik denk niet dat ze in andere landen weten wat België eigenlijk is. Wat bijvoorbeeld in een ander land zijn ze Belgisch, wat is dat? Ik moet niet dat toen een antwoord op geven. Zo je niet kan helpen, dat is Belgisch. Vele meisjes kan België, maar mijn mannetje pis, dat is ook. Het recept van Choco is eigenlijk melk en chocolade. Ik vind Choco, de chocola is het ritme. Ja. En die is symmetrisch, hè. En de melk is, de kiks moet eigenlijk al zo zijn. Like, dat is, ik vind dus de muziek dat is een taartje met de koeken. En de koeken is het zwarte. Hetgeen die erop is, ligt de crème fraîche en de appels en de macedoine de fruit, dat is het maken het Europese. Daarmee bedoelt je dat de blanken alleen maar de crème fraîche aan de muziek hebben gegeven, maar de basis... Ja, ja, dat is geen juiste. Kijk, jote woorden uit mijn mond. En misschien denk ik een gast die veel move die ik zet in Amsterdam, in Parijs of in Londen. Ja. En ik pak een colus op, ik zie eigenlijk een vampier eigenlijk. Je zaagt ja. De ideeën van mensen leeg. Ja. En ik spuug dat uit eigenlijk. Mm-hmm. Ik zie eigenlijk een Dracula misschien. Die mensen komen er ook soms in voor. Wie zijn eigenlijk Martha, Julien en Linda enzovoort? Julien, dat is mijn neefje. Die bestaat dus echt, Julien, ja, uit hahaha. Alles bestaat. Het is een hele komieke gast, dat was een basketspeler. Hij moest nooit in. Hij was ooit in. We zien eigenlijk van dezelfde doet, hè? Ja. Hij was ooit in 4 koppen groter dan ik. Hij had nog basket gespeeld bij de VG in Oostende. Ja. Ik vroeg nooit in aan hem of dat ook goed was boven. Rode wangen en een. Maar je hebt een soort. Spelletje gevonden? Een spelletje? Ik speel geen spelletje. Nee, akkoord, maar het is daarom dat ik die... Ja, ja. Maar het is daarom dat ik het woord... Je moet opletten wat ze hoort op je mullen slaan, weet je? Even niet, hè. Nee. Een paar plottekek slommer op ze mullen. Het is... Ze wezen. Het is mevrouw, ik zie al 4 kinderen getrouwd geweest en dat is mijn vuur. Dat is een vuur, dat moet. Maar het stijlspelletje wat Arno Gintje speelt, je bent het nu ook, je bent het op de scène ook, je bent het in ieder interview enzovoort. Heb je daar zelf moeite mee om dat rond te houden? Ik heb dat nodig. Want je moet mij toch gelijk geven dat je een groot acteur bent. Dat het toch wel iets in die aard zal zijn. Ik heb nog geen filmaanbiedingen gehad. Wat fout is? Dat is pittig. Ja. Dat is pittig. Mag meespelen dan? Ja, Gizeen mag zeker meespelen. Hetgene dat ik doe op podium of hetgene dat ik... Nu doen, dat is het verlengde van ik. Van uzelf? Ja. En ik heb dat nodig. Kijk, ze zeggen het ook. Dus wat in zijn hoofd steekt, ja. Komt eruit ja. Ook. Ja, kijk, moet ik niet meer zeggen. Zeg. Kijk, zie je dat alles. Ik vind het toch aan je. Was ik een goeie zanger, hè? Dat je maar elke schoon aan hebt, hè? Ik had er liefst een paar botten. Kijk. Voor een goeie zanger heb je leven. Ik heb nu lelijke schoenen. Het is... Zien de schoen dit maken en die broek en die broek ik vind eigenlijk wel dat hij toch wel staat. En ik vind dat je clochard zit. Ik zie een clochard, kijk, voilà. Ik zie een clochard. Ik zag de hoor, hè. Je kon niet pas hier. Dat met de chambre.